Zou je tegen de burgemeester van Haarlemmermeer willen zeggen? Nou, dat hij een beetje voort moet maken. Want het kost allemaal heel veel geld ons. Dat de overlast van onofficiële taxichauffeurs zou zijn opgelost voor de kerst, blijkt een woordgrapje van de burgemeester van Haarlemmermeer. Op een persconferentie maakte hij bekend dat de oplossing nu pas echt definitief op papier staat. Drie scenario's waar uiteindelijk ook een structurele oplossing uit voort moet komen. Problemen zouden toch voor de kerst opgelost zijn? Nee, de uitspraak van mij is geweest, de lijnen voor de oplossing zullen voor de kerst bekendgemaakt worden. Super slecht. Wat? Nou, dat die gasten hier rond mogen lopen, dat ze gewoon ons werk afpakken. Wij draaien heel slecht op dit moment. Dus wij schuiven het elke keer maar op. Het wordt alleen maar erger. Niets is opgelost. Zou je tegen de burgemeester van Haarlemmermeer willen zeggen? Nou, dat hij een beetje voort moet maken. Want het kost allemaal heel veel geld ons. De oplossing is voor de korte termijn het aanpassen van de plaatselijke verordening, waarbij het taxiaanbod wordt verboden voor zover het niet plaatsvindt in de leen. Elk ander aanbod op het plein wat leidt tot overlast, waar u ook de beelden van uitzendt, wordt verboden op basis van de openbare ordeproblematiek die dat oplevert. We hebben vorig jaar ook al de plaatselijke verordening gewijzigd en dachten de taxironslaars te kunnen aanpakken. Dat werkt ook niet. Wanneer is het dan wel opgelost? Ik ga ervan uit dat we nu een oplossing hebben voor de korte termijn die heel effectief is, want daarom wordt het zware middel van het gehele verbod ingezet. Waarom heeft u dat dan nog niet gisteren gedaan? De problemen zijn groot genoeg. Dat ben ik met u eens en je kunt het beter vandaag oplossen en dat gaan we doen. Hoe lang gaat dat duren? Ik ga ervan uit dat dat in januari een besluit van de gemeenteraad oplevert en dan gaat die handhaving plaatsvinden. U krijgt een nieuwe ronde, nieuwe kansen. U gaat weer praten. Nee, ik ga handhaven en effectief handhaven. Maar dat heb ik vaker gehoord, dat is niet nieuw. De ronselaars lag u recht in uw gezicht uit en de reiziger staat in de kou. Ik denk wie het laatst lacht, lacht het best. Wat een ellende om hier burgemeester te zijn. Het is niet altijd leuk om burgemeester te zijn, maar over het algemeen is het prima hoor, dat kan ik u verzekeren.